En goedemorgen. Zoals beloofd hier mijn video over hoe ik foto's traceer en bewerk zodat ik ze kan snijden in Cricut Design Space. Linksbovenin hier zie je de originele foto. Rechtsbovenin zien we hoe we hem bewerkt hebben met PicBeauty. Links onderin zie je het resultaat van Ima Engine en rechts het eindresultaat hoe we hem dus uploaden in Design Space. Hoe we dit gaan doen, ga ik jullie laten zien. We openen eerst in onze fotostream de originele foto. Zorg ervoor dat deze foto zo scherp mogelijk is. Dat er zoveel mogelijk contrast in zit, want die foto's werken het beste. Zoals je ziet is deze foto niet zo heel best meer als origineel, dus dat gaan we even wijzigen. Ik ga hem eerst bijsnijden, zodat we een mooie foto hebben waar we mee kunnen gaan werken. En ik hoef niet de hele omvang van de foto te hebben. Dit vind ik leuk, dus we gaan hem opgereed drukken. Druk nog één keer op wijzig. Ik gebruik het lantaarntje bovenin, of het wandje bovenin eventjes, om de foto te verbeteren. Zo vind ik hem nog niet goed genoeg. Ik ga even kijken. Dit is op zich wel mooi, levendig, cool. Zilvertinten is wel duidelijk. Kijk hoor. Ik ga hem gebruiken op de laatste optie. Ik vind dit gewoon, qua contrast en details blijft deze het mooist. Dus we drukken op gereed. Dit is nu klaar. We gaan hem nu openen in PicBeauty. Oh, dit. Ik moet hem wel hier openen. Zo. Ik heb niet de betaalde versie, dus we zien af en toe nog wat reclame tussendoor. Smooth en whiten zet ik helemaal uit, want dat hebben we niet nodig. De functie die ik ga gebruiken is de acne-functie. En waarom is dat? Omdat we met deze functie, zoals je hier bijvoorbeeld die zwarte stip ziet, deze functie die laat mij de oneffenheden weghalen. Hij blendt dus de kleur eigenlijk van de vlek met de omliggende kleuren. En dit zijn dus dingetjes die ik niet getraceerd wil hebben, omdat het gewoon vlekjes van de foto zijn. Hier zie je nog een vlekje. Zie, als je dat op deze manier doet, haal je ze netjes weg. Zelfs deze vouwen zou ik weg kunnen halen, maar dat is niet per se nodig, want dat kunnen we vaak ook weggummen in onze volgende app. Maar je kan dus echt alle oneffenheden zo weghalen. En waarom gebruik ik deze app wel eens? Omdat ik de foto die ik nu gebruik, die is gewoon echt oud. En er zitten gewoon vlekjes op die we niet willen zien op ons eindresultaat. Nou, ik ga deze opslaan. Dan krijgen we even een reclame te zien. Wat je dus straks niet ziet in de... Als je een betaalde versie hebt, maar ik heb dat niet nodig. Ik vind dat niet erg als ik af en toe een reclametje krijg. Nu gaan we de foto die we net bewerkt hebben openen in Ima Engine. We gaan onze foto importeren. Dit is de foto die we gaan gebruiken. Ik hoef hem niet bij te snijden. En we drukken onderin op Go. We gebruiken de versie Ink onderin. Dat geeft het mooiste resultaat. Er staan 4 schuifjes onder. Detail ga ik eerst verschuiven. Ik wil wat meer details hebben. Zorg ervoor dat je goed naar de foto kijkt. Dat je gewoon wel de details echt nog goed kan zien. Dat het niet te priegelig wordt. Maar te grof is ook niet mooi. Want dan herken je iemand straks gewoon niet meer op de foto's. Je kunt gewoon nu met alle schuifjes een beetje gaan lopen spelen. Om te kijken wat deze effecten dus doen. En zodat je dus voor jouw gevoel de best mogelijke versie van je foto krijgt. Zodat die gewoon goed duidelijk blijft als je ze dadelijk gaat snijden. Nou, ik laat hem nu even zo, want ik vind hem prima zo. Ik druk op share. Oh. En ik sla hem op nu als JPEG. Je kunt hem ook opslaan als PNG, PDF of SVG.
Maar ik wil nog even laten zien wat ik doe met Magic Eraser. Met de app. We hebben hem opgeslagen. We gaan hem nu openen in dus de Magic Eraser app. Go Try Klimmetjes. Met racefietsen vanaf 259,99 bij Decathlon. Dus ik krijg even reclame. Wil je dit niet, koop dan vooral de betaalde versie. Maar voor mij, ja, ik wacht wel eventjes voor de reclames en dan hoef ik hem niet te betalen. Nou, dit is dus de foto die we gaan bewerken. Onderin zie je het toverstokje. Die gaan we als eerste gebruiken. Hiermee druk ik op alle witte delen. Dan zie je dus dat de achtergrond transparant wordt en dat we alleen de zwarte lijnen overhouden. En dat zijn dus de lijnen die we straks gaan snijden uit het materiaal. Dus de zwarte lijnen is wat er overblijft. Als ik hem uit vinyl ga snijden of uit iron-on, papier, maakt niet uit. Ik ga deze dus uit vinyl snijden, omdat ik anders allemaal losse stukjes papier krijg. Zoals je ziet is het even een klusje, maar als je het een poosje doet of als je het een paar keer geprobeerd hebt, dan gaat het eigenlijk best wel heel snel. En ja, sommige dingen duren nou eenmaal even, kosten nou eenmaal wat tijd, maar je krijgt er wel een heel mooi effect mee. Even kijken. Als je dus de verkeerde weg drukt, ik druk nu eventjes heel stom natuurlijk op zwart, staat hier bovenin een rondje met een pijltje naast het kwastje. En dan ga je weer een stapje terug. Maar dat is ja, vanzelfsprekend. Maar ik denk, laat het nog eventjes zien mocht je het over het hoofd zien. Even kijken. Ik vind het altijd wel leuk als er gewoon fijne details in zitten. En dat kan gewoon prima gesneden worden met de Cricut Explore R2 of met de Cricut Maker. Mochten jullie ondertussen nog vragen hebben, stel ze gerust onder deze video of stuur me even een privéberichtje. Mocht het nou echt niet lukken met een bepaalde foto, stuur mij een berichtje en stuur de foto. Dan kan ik er altijd even naar kijken voor je. Maar volgens mij, als je dit eenmaal een keer geprobeerd hebt en dit filmpje hebt gezien, moet het wel lukken. Want dit is echt niet heel moeilijk. Oké, ik heb nu alle witte stukjes weg. Ik zie dat hier bijvoorbeeld nog een streepje staat. Die wil ik niet. Die hebben we niet nodig. Dus dan druk ik op het gummetje, op erase. Hoppa. Ik had er hier nog een paar gezien die ik niet nodig heb. Dit waren de vouwen in het fotootje. Kijk, en die had ik dus met Pic Beauty helemaal weg kunnen halen. Helemaal weg kunnen camoufleren. Maar dat is dus niet nodig. Volgens mij is die nu wel aardig. Oké. Mocht je een foutje gemaakt hebben wat je nog weg wil hebben, kun je ook nog de restore doen. Dan heb je ook zo'n gummetje, zeg maar. Maar dat hebben we nu verder niet nodig, want hij is prima. Maar ik denk, laat het nog even zien. Ik ga rechts bovenin. Druk ik op het icoontje en dan gaan we hem opslaan. We kunnen hem opslaan als JPG, maar dan krijg je een witte achtergrond en dat willen we niet. We gaan hem opslaan als PNG met een transparante achtergrond. Ik doe altijd opslaan in high resolution. Als we hem nu gaan openen en gaan uploaden dus in Design Space. Ik haal even deze weg, want dat was de vorige. We gaan hem nu uploaden onderin. We gaan hem selecteren uit onze fotobibliotheek. En we kiezen hem hier uit onze fotostream. We gaan hem nu dus uploaden. En omdat we die transparante achtergrond gedaan hebben, we hebben hem opgeslagen als PNG, hoeven we nu helemaal niks meer te doen. Het is nu een kant-en-klaar snijbestand eigenlijk. Ik druk op volgende. Dan zie je hoe hij gaat worden. Nou, ik hoef hier verder niks in te doen. Ik geef hem een naam. Zo, het is mijn moeder, dus ik weet prima op deze manier hoe ik hem terug moet vinden. Ik ga hem opslaan.
goed is, staat hij nu bij geüploade bestanden. Hoppa. Invoegen. Ik ga hem even kleiner maken, mijn beeld. Hij is nu heel groot, maar dat kunnen we natuurlijk zelf veranderen. Ik druk wel even het slotje aan, linksonder in de foto, zodat de... zodat hij niet heel smal wordt en dat gewoon alles netjes mee verkleint. Zo. Kijk, nu hebben we dus het snijbestand geopend. Drukken we op maak het. Dan zien we dus dat wij hem helemaal netjes kunnen uitsnijden. Als we hem in vinyl uitsnijden, kunnen we hem gewoon zo laten staan. Gaan we hem in flex doen voor op een shirt of op een kussen, hoesje, waar dan ook op. Zet eventjes mirror aan. Ik ga nu niet verder, want ik zit beneden en mijn machine staat boven. Als ik hem straks gemaakt heb, zal ik nog even een foto maken van hoe het eindresultaat geworden is. Hebben jullie nog vragen? Hoor ik het graag. En zo niet heel...